Somoharjo wil geen bewaking als assemblylid. Paul Somoharjo, fractieleider van de Partjaya Luhur Place, is niet van plan gebruik te maken van de mogelijkheid die nu wordt geboden door de regering om elke parlementariër van bewaking te voorzien. Ik tart het lot niet, ik ben oprecht, mijn bewaker is de Almachtige, die beschermt mij, ik heb het volk al 50 jaar gediend en ben dankbaar dat ik de gemeenschap nog steeds kan dienen. Een bewaker heb ik niet nodig, zegt de politicus. De playstopper vindt het opmerkelijk dat juist nu, kort voor de verkiezingen, assembleeleden bewakers krijgen aangesteld. 4 jaar lang was dat niet nodig geweest, ik wil geen mogelijke spionnen in mijn huis, gaan ze controleren wie bij me thuis komt en wie gaat, en wat wordt besproken? Met een simpel apparaatje is tegenwoordig alles af te luisteren, ik bedank voor de inspanning die de regering zich getroost om bewaking voor ons te regelen. Maar ik zie ervan af, Somoharjo stelt zich op het standpunt dat iemand die hem moet beveiligen ook door hem aangewezen moet worden en niet door de regering. Over de reden waarom juist nu bewaking wordt aangesteld, tast de parlementariër in het duister, het heeft misschien met Waidu te maken. Het volk van Nikkeri is in opstand nu een zetel door Waidu is verkocht, ik weet het niet, maar ik heb in ieder geval een rein geweten.